We gaan vandaag aan de slag met de makreel. Ja, betaalbaar en lekker. Maar wanneer is hij nou het lekkerst? Dat is eigenlijk in de zomermaanden. In de wintermaanden wordt hij mager en mist hij ook het lekkere vetje. Kijk altijd even naar de kieuwen. Of ze mooi helder rood zijn. Voel even aan de huid. Ruik even. Ja, het is fantastisch mooi. We gaan aan de slag. We gaan fileren. Nou, fileren van makreel is eigenlijk heel eenvoudig. Schuin insnijden achter de kop. Je draait je mes en doet uit één vloeiende beweging van kop naar staart. Dus schuin insnijden, draait je mes. En dit is je filetje. Je draait hem om, je steekt hem schuin in, draait je mes en dan vloeiende beweging maken. Dit is alles. Nu is het een kwestie van schoonmaken, graatje er een beetje uithalen. Andere kant ook een beetje fatsoeneren. En dit is eigenlijk de makreel.